Bij het spoornetwerk van ProRail hoort veel informatie. We noemen dit ook wel spoordata. ProRail wil alle partners in de spoorbranche voorzien van de juiste, volledige en actuele informatie over de infrastructuur. We gebruiken spoordata voor de planning van de capaciteit en voor de besturing van de dienstregeling. Ook gebruiken we spoordata voor het ontwerpen, bouwen en beheren van sporen en stations. Er is configuratiedata en sturingsdata. Op dit moment liggen gegevens verspreid over de keten en is het lastig de juiste informatie aan elkaar te koppelen. Als we de gegevens kunnen verbinden, zijn we beter in staat om waardevolle informatie te genereren die direct te gebruiken is. Daarom geven we ieder object een uniek nummer. Dit nummer is de drager van alle informatie gedurende het leven van een object, van geboorte tot aan de sloop. Hoe gaat het in zijn werk? Een voorbeeld. Op het traject Utrecht-Gouda is een extra spoor gepland en wordt een nieuw sein geplaatst. Het sein wordt ontworpen en direct voorzien van een uniek nummer en informatie waar het sein staat en wat het kan. De bouwer krijgt via dit unieke nummer alle informatie van de toekomstige situatie uit de ontwerpfase en kan deze informatie gelijk gebruiken. Hij voegt ook nog extra informatie toe, zoals het type sein, de leverancier en de bouwdatum. Nadat het sein in gebruik en in onderhoud is genomen, beschikt de beheerder dankzij het unieke nummer over alle informatie uit de ontwerp- en bouwfase. Hij weet wat het sein kan, waar het staat en kent de fysieke kenmerken die tot dan toe verzameld zijn. Hij voegt informatie toe over uitgevoerd onderhoud, conditiemetingen en storingen. Door de unieke identificatiecode komt alle informatie over objecten van het spoor samen en ontstaat er één integraal beeld. Met deze informatie is ProRail samen met de aannemers, ingenieursbureaus en andere spoorpartijen beter in staat om de prestatie van de infra te verbeteren tegen lagere kosten. Zo draagt de unieke identificatiecode van spoordata bij aan aangenaam reizen en onbelemmerd goederenvervoer.